Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Valiant Hearts. Wij moeten even iets opzoeken. Dit ding staat in de weg. Wij kunnen hier even wat oppakken. Daar moeten wij heen. Kunnen we er niet overheen ofzo? Ja, mooi. Oké. Oké, we hebben een flash. Vraag me alleen af of we verder nog moeten. Oh my god, kan dat ding niet verder dan dat? Dat is wel leuk. Daar kunnen we niet langs, we moeten daarheen. Oké, Want we moeten die man afleiden met een fles. En hem dan op zijn bakken stikken. Hallo meneer, sterf. Dank u, oké, hier moeten we naar binnen. Kijk, we komen er wel. Hier is nog een ding wat we op kunnen pakken. Nog een collectible. Hier is de hendel, zodat we het hondje naar beneden kunnen halen. Het hondje is echt episch. Het hondje is echt episch. Hi, zegt hondje. We kunnen hem niet aanvallen, dat vind ik zo stom. Dat we hem niet neer kunnen knuppelen. Dat is echt kut. Ja, sorry ja. Oh ja, haal eerst die muntje van op. Dan hebben we eerst de secret die hij ophaalt. En dan de sleutels. Yay, we hebben alles gecollect hier. Mooi, dan kunnen we naar binnen. Ah. Open sesame. Nee, daar kunnen we naar binnen. Kunnen we hier met die kasten maar niks? Kunnen we die niet verschuiven? Zo, jawel. Waar komen we hier uit dan? Aha. Wat doet dit? Hoe vaak kunnen we dit ding ronddraaien? Oké, ja. Volgens mij krijgen we dat daar nooit weg. Volgens mij knalt dat ding eraf. Dat wil. Oh nee. Als het goed is, hondje. Als het goed is met het hondje, dat normaal... Nou, wij kunnen het ook. Wij gaan hier staan en we zeggen tegen het hondje, bedien dat ding. En dan kunnen we het eraf pakken. Kijk, zo werkt dat. En dan kunnen we nu draaien. Zoveel fucking Duitsers hier onder de grond. Vandaar dat ze altijd kuilen graven als ze op het strand zijn. Wat is dat voor geel ding? Kan ik zeppelen in de lucht schieten? Oh! Kablam! Holy crap! Ah, dat is haar vader! Dat is een professor! Aha! But Emile had still managed to find medicine for Freddy. Nee, voor Wambo. They were quickly back on the road again. Hij heette Wambo, niet Freddy. Their journey would take them to Reims, where they would at last pick up the trail
of the elusive Baron and his Zeppelin. Okay, rhymes. Of rhymes. Oh, er zit weer een auto. Ik dacht dat die kapot was. Oh, fucking bombardementen, joh, met die Zeppelins. Fucking hell. Uh-oh. Oké, Wambo is er, staat er alleen voor, denk ik. Oh nee. Waarom kunnen we je hondje naar binnen sturen? Oké, we wachten even en dan gaan we naar boven. Ik neem aan dat er nieuwe historical facts zijn. Yep, Rams kathedraal. Holy crap, dat is een lomp ding. Dat ziet er wel heel mooi uit, dat, die kathedraal. De kathedraal ziet er echt mooi uit. En de homefront. Damn. Echt iedereen die fucking kogels maken en shit. Fucking hell. Oh ja, en de items. Dus een hamer of zo, een papiertje. En weet ik niet wat. Nog iets en nog iets. En andere dingen wat ik allemaal niet weet. Wat het is. Aan de hand van de silhouetje. Rennen. Auw, kut sorry. Daar moeten we volgens mij. Oh, sorry. Moeten we helemaal over een L-ram? Nee. We moeten daar. Oh, fuck. Op een gegeven moment is daar een plekje. Kijk daar, dat plekje. Die moeten wij dan pakken. Daar moeten we gaan staan. Anders halen we dat niet. Yay! We did it! Oh, Wambo is wel heel erg boos, zo te zien. Hij is echt fucking chagrijnig. Fucking hell. Hij kijkt echt boos, onze grote vriend Wambo. En hier zijn wij met ons hondje. Maar zij zijn een kunt kwijt. Oh, kut! Ah, hondje had het op moeten halen. Kut, sorry. Dat bedacht ik me daarna pas, toen we er waren. Denk ik, oh ja, kut, hondje. Jullie kind zit erachter? Nee, weet ik niet. Haal die meneer eruit. Doe maar, hondje. Heet hem maar op. Nam, nam, nam. Oh ja. Jee, we hebben deze ding gevonden. Moet ook nog een hamer vinden. Oh ja, hou jij dat ding maar vast. Ik weet niet waar die oude man ook is. Maar dat, oh, dat kind is aan het huilen. Ah, we moeten meer mensen hebben om te helpen drukken. Ach, kunnen we hier niet naar binnen in het huis? Ja, mooi. Oké. Oké, daar huilt, dat is de meisje wat huilt om mijn vader. Die is aan de rechterkant. SOS. Zij heeft een betonschaar bij zich. Help haar. SOS. Valt dat ding zo meteen niet van alleen uit elkaar? Nou kunnen we hem helemaal terugdrukken, hoop ik. Ja. Yep. Hondje, pak jij dat ding op. Hondje, pak dat ding op. Oké, hier. Heb je dat ding? Goed. Hondje is te bang daarvoor. Dat kan, dat ben je. Het hondje is bang voor vuur. Geen paniek. Oké, we gaan naar boven.
Het is hier wel hard gebombardeerd, jongen. Oké, ja. Is hierboven nog iets te vinden? Ah, kut zo. En nou had ik die betonschaar moeten hebben. God damn it! Hondje, ja, even de betonschaar. For fuck's sake. Hondje, betonschaar. Hier, ruilen. Meneer is ook gered. Hebben we nou iedereen gered hier? Ja, hebben we een telefoontje. Haal dat papiertje op, hondje. Yay! Oké, we gaan weer naar beneden. Ja, nog steeds iets dat we hier iets missen. Achter bij dat kistje, oké. Okay. Allright, kom maar. Ja, hondje, kom maar. Oké, okay, zij zijn terug. Hij gaat nou helpen met drukken. Zij zijn ook weer terug. En hij helpt ook met drukken. Dus met geluk kunnen we hem nou helemaal wegdrukken, hoop ik. Of wel, nee, we kunnen verder lopen naar rechts. Jee, we kunnen verder naar rechts. Ja, ik heb een hendel voor je. Wacht, wacht, wacht. Kom eens hier, meneer. Meneer. Ah, dat kan niet. Ik wou hem naar hem toe gooien. Oh, dan moet hij ook. Hij moet hem ook hebben, denk ik. Ja, dat snap ik. Hier ligt ook iets. Een blauw. Oh, dat is een broek. Aha. We hebben de hamer ook nog niet gevonden, trouwens. Hier, hondje. Heb jij die hendel? Ja, ja, op dat platform. Dan breng ik jou omhoog, hondje. Dan moet jij even die meneer die hendel geven. En dan in die kast. Die kast ernaast. Ja, haal die hendel maar over. Hij moet namelijk boven blijven. Waarom? We hadden hem mee kunnen sturen. Misschien even in de straat. Oké, ik kom omhoog. Daar in de kistje zit namelijk nog wat, of in het kastje. Bam! Dat was dus geen hamer, maar iets totaal anders. Jouw telefoontje, oké. Okay. Oh ja, kut. Hoe de fuck gaan wij dat doen? Ja, dat is een goede vraag. Oh ja, natuurlijk. Oh my god. Oh, nee, 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 nee. Waarom deed ik moeilijk? Oké, nou moet hij gewoon overlopen. Er was niks moeilijks aan. Ik zat gewoon te moeilijk na te denken. Oh, hondje komt vanzelf wel achter ons aan. Normaal. Denk ik. Hondje! Kom. Ah, oh, moet je een knuffel hebben. Kom maar. Kom maar. Hey, wait. Kom. Hondje, kom. Kijk, knuffel. Oh, ja, bij de lifthondje. Nou. Allee, verder. We zijn wel goed bezig trouwens. We helpen heel veel mensen. Wat zijn wij lief. Die meneer die is... Die wil ook wel helpen. Voor de rest wil iedereen helpen. Volgens mij iedereen is nou klaar. Ja, mooi. Zie je, het lukt ons! Nadat we heel veel mensen hebben, is het ons gelukt. Yay! Oké, we zijn naar beneden. Hondje komt daaruit. Hier ligt iets. Nu. Yay! We hebben alle collectibles. Woep woep. Alright. Blijkbaar zijn er geen bombardementen nu meer hier. Dus dat is mooi. Omdat die zeppelin is weggegaan. Uh-oh. What the fuck? Ah! Wambo is aan het vechten. Dat hoorde het hondje, denk ik. Dat Wambo aan het vechten was.
Oh nee! Kut, oh ik heb geskipt. Kut sorry. Ik wou niet skippen, sorry. Ik was iets te hard op aan het dragen. Uh-oh. We moeten ze even wachten. Ah! Op die fiets. Nee, hondje. Wacht, hondje. Kun jij hem niet naar mij toe blazen? Ja, dat is wat ik bedoel. Kijk, perfect. Het is wel een leuke bossfight eigenlijk, dit. Eerlijk in eerlijk, dit is best een leuke bossfight. Zo! Daar misten we een deel. Maar waarschijnlijk kwam hij gewoon door het dak heen gecrushed ofzo. En hebben we niet echt iets apart gemist daar ofzo. Hoop ik. Uh-oh. Aus den Gräben! Auw. Kut, ik denk misschien valt het in die eigen rotor. En dan... Hey, die werkt niet. Ah, dat was al genoeg. Ik denk we moeten... What the fuck? Ah, dat is een ander ding. Yay, die ontploft zo meteen wel. Boom! Uh-oh. Haar vader zit er nog steeds op ook, van Anna. Ook zo mooi dat wij nog steeds in een koksoutfit lopen, hè. Dat is echt gewoon geweldig. Als Emile zijnde. Hij loopt echt nog steeds erbij als een kok. Oh, daar is Anna met hondje! Uh-oh. Zal haar vader doodgaan? Ik ben benieuwd of haar vader doodgaat. Chapter 2, Broken Earth. Ik schrok al, want ik dacht bijna dat het The Walking Dead en The Wolf Among Us kant op ging. Dat we echt een gigantisch lang op episode moesten wachten. Dat zou kut zijn namelijk. Maar, goddank niet, 9 maanden later. Klinkt allemaal een stuk positiever, het zijn paardjes. Oké. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Oké. Dus als het dus niet goed in België hier blijkbaar. Ah, lief duifje! Oh, wat een scheidduif. Postduif met een sleutel in zijn reet. We gaan even iets zoeken om tegen die duif zijn bakkers aan te gooien. En naar buiten kunnen we nog niet, maar we hebben geen sleutel. Oké, waar ben je? Kutduif. Oké, eerst maar even tegen die duif aangooien. Oké, dat is naar beneden gedonderd. Dat is de bedoeling, denk ik. Zodat we het later op kunnen pakken. Alleen deze fucking duif nog. Pakt hij nou die sleutel weer op? Ja. Wat als we nou die duif op dezelfde plek gooien als daar ongeveer? Zou hij dan het andere ding oppakken of pakt hij weer die sleutel op? Nou, pak weer die sleutel op. Oké. Dus gauw als die duif boven over mij heen vliegt, krijgt hij een slag aan zijn bakjes. Oh! Echt op de rand van het balkon. For fuck's sake.
Yes, eindelijk. Hey, jij moet een andere ding ophalen, kut duif. Oké, we nemen dit ding mee. Oh nee, we nemen dit ding niet mee. Oké, nou wel. Wacht, kunnen we hier ook uit? Kunnen hier... Oké, we kunnen niet door de, van dit balkonnetje af. Dat is wel jammer eigenlijk. Ik had gedacht van misschien wel. Oké, een brief. Hallo meisje. Zij heeft een raar poppetje vast. Maar historical facts. We hebben net de items al opgepakt. En er is alleen nog een klok en nog een ander papiertje. The Germans at the gate. En wat hebben we nog meer? Taxi to Marne. Dat zijn de twee berichten hier. Dus het is wel een kleinere mini missie, denk ik. Een soort prologue van chapter 2. Dat klinkt heel dom, maar je snapt wat ik bedoel. Als het goed is... Oké, taxi's door maar een... Normaal gesproken... Kijk, ligt dat klokje nou hier op de grond. Oh, fucking yeah. Maar dit is dus Paris, Paris. The beautiful Paris. Mon ami. Daar hebben we de Eiffeltoren op de achtergrond. Oké, we zullen zijn auto eens even fixen. We moeten water hebben. Nee, ik moet dat ding mee. Ah, daar lag gewoon nog iets. Ah! Oké, we moeten een vierkant hebben. Dat is één voor de dingen. Nu moeten we alleen nog wachten op de driehoeken gevolgd maar. Of is die er ook al? Wel. Ah, dat kind huilt. Oh wacht, zij droppen misschien in een driehoeken. Wacht, dit... Oh, dit is een driehoeken natuurlijk. Hier past de driehoeken wel. Daar past die driehoek wel in. Oké, we hebben drinken gefixt. Er zitten echt leuke puzzels in de game wel. Gewoon niet een beetje bezig houden. Sommige nog wel een beetje... Beetje aan de lastige kant ook, zeg maar. Oh god. What the fuck moesten wij bandagen dan? Dat lijkt zo apart Guitar Hero-achtig. Ah. Ja, geef me die fles maar. Dank u. Ze heeft het neergelegd, zo'n beetje. We gaan al mee naar haal. We moeten alleen nog water hebben en dan is de taxi klaar. Yay! Maar hier was ook een ding, toch? Of niet? Nee, toch niet. Oh, we moeten eerst nog water afstappen. Ja. Oh, daar komen ze dan. Wij rijden opeens hoor, wij zijn ook taxichauffeurs. Wauw, goed bezig. Moeten we nou weer... dan moeten we weer dingen ontwijken, weer reiscène. Oh, geweldig. Wat doen al die kleine... Holy fucking crap! Wat doen al die kleine paaltjes hier? Maar we hebben geoefend. Vorige keer hebben we geoefend. Barrels, barrels. Donkey Kong! Niet lief Donkey Kong, stoute Donkey Kong. Ja, met je fucking Donkey Kong barrels. Oh my god. Oh! Fucking geweldig. Oh, het is rustiger geworden. Haha. The fuck is jouw probleem, jongen? What the fuck zijn we aan het doen? Waarom zijn we aan het walsen? Walsen met auto's. Dun 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 dun. Lijkt op het Zwanenmeer zo'n beetje. Motherfuckers. Dit is echt zo fucking apart. What the fuck?
Oh, kut. Ja, gaat perfect zo. Oh, fucking hell. Oh, zie onze fucking rijskills. Oh god, help. Help, barrels, auto's. Fucking drukje. Yeah, we hebben het gehaald. Zonder een crashje. Geweldig. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. Okay. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Ja, dat iedereen dood was. Ook al lijkt het trouwens veel op haar vader, maar... Het zijn... Al die lui lijken op haar vader trouwens, maar dat zijn heel veel dooien. Er is iemand die medicatie nodig is. Oké, nou moeten we dus elke keer zo de Guitar Hero achter het ding doen, neem ik aan. Op de goede momenten. Met A'tjes, B'tjes, X'tjes en E'tjes. Wauw, wat zou... Holy crap! Hoeveel verband wel niet? What the fuck, jongen? Dat lijkt net een dik groot vosje of zo. What the fuck is dat? Oh, dat is wel geniaal. Dat was wel mooi. 7 months went by. 7 maanden? Holy crap. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small... Dat klopt inderdaad. The war. The conflict, however, raged on. Nou ja, de oorlog gaat door, ja. Fucked up. Kun je nog zoveel je best doen, man. Het is wel goed dat ze helpt, dat zeker. Je loopt een paardje op de achtergrond. Maar, wij gaan verder in de volgende part. Ik hoop dat je het nog heel erg leuk vindt om naar te kijken. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel hem met je vrienden en zet hem in je favorieten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.